Universiteit van Nederland. Je slaat ze weg, je eet ze op zonder dat je het doorhebt en ze zitten op je appels en je bananen. Zo goor. Maar fruitvliegjes, want daar hebben we het over, zijn eigenlijk helden. Helden van de wetenschap. Fruitvliegen zijn heel belangrijk geweest voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn heel veel Nobelprijzen gewonnen. Onder andere voor de ontdekking van de biologische klok, chromosomen. En daarnaast voor de basis van het immuunsysteem. En dat is niet zo gek, want fruitvliegen en mensen lijken enorm op elkaar. We weten bijvoorbeeld dat 75% van de genen die in mensen bij ziekte betrokken zijn, dat die in vliegen ook aanwezig zijn. Ja, ook jij hebt best wel wat gemeen met deze mini-beestjes. En misschien gaan die fruitvliegen uiteindelijk ook leiden tot een doorbraak in de strijd tegen de dodelijke ziekte ALS. De Universiteit van Nederland duikt vandaag het lab in met neurowetenschapper Marije Been van de Radboud Universiteit. Helemaal klaar voor. Zij loopt nu tussen, wat zijn het, honderden, duizenden, tienduizenden? In totaal hebben we in ons lab ongeveer 500.000 vliegen. 500.000? Ja. Oké, 500.000 fruitvliegen, dus dat is dat kabaal? Nee, we hebben het geluid er zelf onder gezet. In het lab van Marije hoor je alleen het gebrom van de kachels die de temperatuur lekker op 25 graden houden. Vinden de fruitvliegjes lekker. Maar verder hoor je niks? Nee, vliegen maken geen geluid. Maar je kunt wel de trillingen van de vleugels. Als je een hele goede microfoon hebt, kun je wel de trillingen van de vleugels opvangen. Hoe klinkt dat? Ja, bzzz. De meeste vliegen gelukkig niet rond, maar zitten in duizenden plastic busjes. Alle vliegen bovenin. Het hele lab staat er vol mee. Onderin de larven. En als zo'n buis dan wat ouder is, dan zul je zien dat je steeds meer larven krijgt en ook de poppen erbij. Maar uit die poppen komen dan uiteindelijk weer de volwassen vliegen. Buisjes vol met krioelende insecten die dol zijn op heel vies eten. Het zit daar onderin voor een smurrie. Dit is het voer. Dat is eigenlijk maïsmeel, sojameel, gist zit erin, verschillende siropen. En daar voegen we een stof aan toe die voor de vliegen ruikt naar rottend fruit, zodat ze het eten. Met die fruitvliegjes kan Marije iets onvoorstelbaars doen. Hersenen ontleden. Ja, je hoort het goed. We gaan in de hersenen van larven van fruitvliegjes kijken. Die zijn superklein. De lengte van de hersenen zal ongeveer 0,5 millimeter zijn. En dat gaat Marije doen omdat die kleine beestjes, van dus maar een paar millimeter groot in totaal, soms dus net mensen zijn. Bijvoorbeeld de zenuwen die gebruikt worden bij de bewegingen, de structuur en de eiwitten die daarin zitten, die zitten voor het overgrote deel ook in mensen. Ook qua gedrag lijken fruitvliegen op ons. Als je bijvoorbeeld een vlieg hebt die eenzaam is, dan zal deze vlieg slechter gaan slapen en juist meer eten. Er zijn ook extraverte en introverte vliegen. Dus als je vliegen in een buis naast elkaar zet, dan zul je zien dat er vliegen zijn die meer interactie hebben met andere vliegen in een buis. En er zijn vliegen die juist veel minder interactie hebben met de andere vliegen in de buis. En vliegen die ongelukkig zijn in de liefde, ja, die doen ook best herkenbare dingen, blijkt uit onderzoek. Vliegen die alleen in een buis zitten zonder partner of geen seks hebben, die zul je zien dat ze uiteindelijk meer alcohol gaan nuttigen. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Ook bij vliegen. Als vliegen meer alcohol drinken, dan worden ze agressief. Vooral de mannetjes. Net als mensen. Net als mensen. Behalve dat ze best een beetje op mensen lijken, hebben fruitvliegen nog een ander voordeel. Ze zijn heel praktisch. Gewoon makkelijk, goedkoop, efficiënt. Fruitvliegjes zijn heel handig omdat je in fruitvliegjes superveel dingen heel snel kan testen. Omdat je na 10 dagen al een nieuwe generatie fruitvliegen hebt. En omdat het heel goedkoop is om ermee te werken. Je hebt alleen maar plastic buisjes en voer en de vliegen zelf nodig. Dat maakt het dus heel makkelijk om heel snel veel verschillende dingen tegelijk te doen. Dat verklaart waarom fruitvliegjes heel veel worden gebruikt. In onderzoek naar bijvoorbeeld autisme en ADHD en ook ziektes zoals Parkinson's disease en bepaalde hart- en vaatziekten. En vandaag komt er weer een nieuwe lading soortgenoten bij. In het pakje zitten de larven die net binnen zijn gekomen. En deze vliegenlarven, die van zichzelf dus al best menselijk gedrag vertonen, zijn zelfs nog wat menselijker dan andere fruitvliegen. Marije heeft een stukje menselijk DNA in deze vliegenlarven laten stoppen. Kon ze gewoon bestellen. Vliegen à la carte. We sturen het DNA op naar de VS. Daar worden de vliegen met dat DNA wat wij maken, worden ze geïnjecteerd. En daarvan krijgen we de dieren dus weer terug. Deze larven zijn speciaal gefokt voor onderzoek naar de dodelijke ziekte ALS. Die zenuwziekte waarbij één voor één je zenuwcellen afsterven en je uiteindelijk verlamd raakt en overlijdt. Waarom dat gebeurt,
Daarover heeft de wetenschap nog heel veel vragen. Van 90% van de patiënten weten we niet waarom ze ALS krijgen. We weten ook niet hoe ALS precies ontstaat. Er zijn mensen die een mutatie hebben in een bepaald gen, maar hoe dat dan leidt tot het afsterven van de zenuwen snappen we nog steeds niet. In onderzoek naar ALS komen fruitvliegjes dus goed van pas, want zij hebben net zulke zenuwen als wij. Marije is speciaal geïnteresseerd in wat er gebeurt als er in zenuwcellen klontjes ontstaan van bepaalde eiwitten. Dat is het allereerste begin van ALS. En als je weet hoe dat gaat in de hersenen van fruitvliegjes, kun je misschien ook achterhalen wat er gebeurt bij mensen. We weten dat in een groot deel van ALS-patiënten de eiwitophopingen eigenlijk zich in de hersenen bevinden. Dus als die mensen overlijden en er wordt naar de hersenen gekeken, dan vinden ze die ophopingen. En we denken dat die ophopingen belangrijk zijn bij het ontstaan van de ziekte. Onderzoek in dat halve millimeter grote brein van fruitvliegjes is dan een eerste stap. Wat we op dit moment eigenlijk graag willen is begrijpen hoe de ziekte werkt. Welke eiwitten, welke dingen in de cel zijn er betrokken bij het ontstaan van de ziekte. Zulke onderzoeken gaan eigenlijk nooit zachtzinnig. En ook het onderzoek van Marije gaat er straks heftig aan toe. Maar er zijn geen goede alternatieven en uiteindelijk kunnen we er levens mee redden. En dus gaat Marije een larve van een fruitvlieg vastpinnen. Daarna ga ik een soort van klein knipje maken in de larve. En dan knip ik de larve helemaal van onder naar boven open. Waarna ik de huid van de larve openvouw en ook met 4 pinnen weer vastzet, zodat je de hersenen kan zien. En dan willen we daarna gaan kijken, zien we dan de ophopingen van eiwit. In deze genetisch gemodificeerde larve hoopt Marije te vinden dat die klontjes van eiwitten inderdaad een kwestie van aanleg zijn. We gaan daarom een soort kijkoperatie doen op een fruitvlieglarve. Die haal ik met een pincet haal ik die uit de buis. Marije legt de larve eerst in een klein bakje dat ze op ijs zet. Zodat het erg afkoelt en dat verdooft de larve. Zodat ze dus geen pijn meer voelen, maar ook omdat ze dan niet bewegen. Terwijl de larve langzaam zijn bewustzijn verliest op het ijs, bereidt Marije de volgende stap voor. Wat ik nu ga doen is de pinnetjes in de plaats zetten waar ik straks de larve mee vast ga maken. Dus het zijn hele kleine pinnen die je met het blote oog echt net kan zien. Tussen die pinnetjes komt een druppel vloeistof. Een tijdelijk badje voor de larven. We gaan een van de larven op de plaat leggen. In de druppel met vloeistof. En dan ga ik daar straks onder een microscoop de pinnen in doen. En vergeet niet, we hebben het over een diertje van maar een paar millimeter. En daaraan kan Marije gewoon prikken en knippen met de hand. Even de focus goed instellen. En dan ziet Marije door haar microscoop een levensgrote larve. Dan pak ik een speciale extra scherpe pincetten. En daarmee ga ik de eerste pinnen in de larve vastzetten. Daar heb je wel een vaste hand voor nodig. Als ik te veel koffie drink, dan kan ik niet zo goed ontleden, want dan gaan mijn handen wel trillen. Maar vandaag gaat het goed. Heel geconcentreerd legt Marije de larve open. Dan ga ik nu een knipje maken in de larve, helemaal onderaan bij de pin, zodat ik een klein gaatje maak. En vanuit deze opening kan ik dan met het schaartje omhoog helemaal de lengte van de larve doorknippen. Alsof je een wild dier hebt geschoten en er een vloerkleed van hebt gemaakt, maar dan op microscoopniveau. Zo ligt de larve er nu bij. En nu ga ik met een pincet de darmen eruit halen. Want als die ervoor zitten, kun je de hersenen niet goed zien liggen. Dan doet Marije er een paar druppels bij van een chemisch goedje. En ineens wordt onze doorzichtige larve een soort geel-groen. En kun je de losse lichaamsdelen beter zien. En deze gekleurde larve gaat op een microscoopglaasje. Recht leggen, zodat de hersenen aan de bovenkant liggen. En dat glaasje gaat dan naar een andere microscoop. Dit is onze confocale microscoop. Dit is een laten we zeggen, een microscoop met lasers. Daarmee kan Marije diep in de cel kijken. Je kunt dus daarmee veel meer zien dan met een gewone microscoop. Hiermee kan Marije op zoek gaan naar die eiwitklontjes die met ALS te maken hebben. En die zijn er inderdaad. Binnen die cellen zijn allemaal puntjes, paarse puntjes aanwezig. Dat zijn de ophopingen van het ALS-eiwit binnen de bewegingszenuw. En dat is voor Marije bewijs dat ALS soms aangeboren is. En dat het extra gen dat deze vlieg in zich had, daarmee te maken heeft. Zo is een klein stapje dichter bij een oplossing gekomen. Al heeft deze vlieg er niks meer aan, want die heeft ja, inderdaad ALS. Slecht nieuws voor de vlieg, goed nieuws voor het onderzoek. Onze fruitvlieglarve eindigt op de plek waar heel veel van zijn soortgenoten ook al zijn geëindigd. In de glasbak. Je kunt je misschien ook maar beter niet te veel hechten. Nee, met de meeste vliegen hebben we geen emotionele band. Met de meeste niet. Maar betekent dat soms toch wel?
Er is één vlieg die we wel een naam hebben gegeven en dat is Dave. Dave was een hele bijzondere vlieg omdat Dave een spontane verandering had, waardoor hij een bepaalde grote tumor op zijn buik had. Dave is een vrouwtje trouwens en die heeft een soort gedenktekentje gekregen in ons kantoor. Bedankt Dave en al die andere anonieme fruitvliegjes en Marije. En jij, volgende keer dat je fruitvliegjes ziet, nu weet je, jullie verschillen eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar. Tot de volgende! Hoi, ik ben Tuur van de Universiteit van Nederland. Wie met de ogen van de wetenschap kijkt, ziet meer en begrijpt beter waarom dingen zijn zoals ze zijn. Wij willen die nieuwsgierigheid bij alle Nederlanders aanzetten en jij kan ons helpen. Door onze video's te kijken en je te abonneren op dit kanaal.